Lieve mensen, lieve kijkers. Ik ben hier samen met mijn kameraad Michel Koonen om verslag te doen van een heel bijzondere avond. Georganiseerd weer door de Hindoestaanse Vereniging Laakkwartier. We zijn hier in het Laaktheater. En de voorstelling gaat over de sociale dienst en haar klanten. En ook het publiek mag meedoen. Dus we gaan het gewoon zien. We zijn benieuwd. We gaan er verslag van doen. Er is een theatervoorstelling. Waar gaat het over? Over sociale dienst. En wat van de sociale dienst? Weet u dat al? Volgens mij zowel de klantenkant als de ambtenarenkant worden vanuit beide kanten belicht. Hoe die belevenis van deze kanten zijn. Op een theatrale manier wordt ter discussie gesteld, begrijp ik. Beter te horen? Goed zo! Want ik wil jullie 9 uur aan het werk zien. U ook, hè? Ja, ja. Die excuses. Je vrouw dit, je vrouw dat, die wil ik niet meer horen. Hallo, ik ben even aan het woord, ja? Nou, zoals je ziet ben ik een vrouw, mens, gescheiden. 3 kinderen van 4 verschillende mannen. Oh. Lesbisch. Oh. Gehandicapt. Bril dragen. Erger dan dit kan het niet worden. Nou. En ik zoek een baan. Ik voel me sexy. Reageren op situatie 1. Niet allemaal tegelijk. Ho, ho, ho. Wat gebeurde er in situatie 1? Weet u het nog? Enthousiast, borst naar voren, kinderen, met u opgeheven. U deed ook mee aan de discussie. Naar mijn overtuiging werd een beetje het stereotype gebruikt dat eigenlijk bijstandscliënten moeten toch allemaal maar aan het werk kunnen. En moeten eigenlijk heel erg dankbaar zijn dat er een sociale dienst is. Heeft u ook zoiets gehoord? Of? Nou, dat is wat ik zei. Ze moeten in het groen. Want ik krijg nu allemaal mensen die ik heb een oproep gekregen. Ik moet in het groen. En vandaar dat ik voor een geintje zei, mogen ze misschien mediewiet thuis gaan verbouwen. Maar dat mag dus niet. Ze moeten schoffelen. Er worden ook vrouwen van in de 50 die worden opgeroepen. Die moeten gaan schoffelen en dat soort dingen. Dus ja, ze weten wel dat dat niet kan. Maar dan is er weer een project. En ik denk, zoals zij dat hebben ingericht, dat heel veel geld kost en eigenlijk vrij weinig resultaat oplevert. Zitten er ook medewerkers van de sociale dienst hier toevallig? Buiten. Dan kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering en dan geef je paspoort terug. En die trekken ze zo weg, gooien de stoel naar voren en lopen ze weg. Wat is jouw idee over de sociale dienst en de bijstandscliënten, hè? Zo worden ze genoemd? Ja, ik vind dat zij gewoon moeten gaan werken. En als mensen op een bepaalde leeftijd zitten, dat ze geen baan meer kunnen vinden. Ja, dat ze dan gewoon een uitkering kunnen krijgen, maar gewoon jongeren gewoon aan het werk moeten. Maar er is niet altijd werk, toch? Nee, maar ja, dan moet je naar school gaan, moet je lekker gaan studeren, zolang dat nog kan. Als je een gezin hebt, kan het heel hectisch zijn en af en toe iets leuks doen, eruit gaan, dat is ook heel belangrijk. En als dat niet kan, dan zit je in een soort cirkel. Er zijn dan één ding, dat vind ik dan nogal, 300.000 kinderen kunnen niet op een sport of op iets. Die kunnen gewoon het hele jaar nergens op. Weet je, niet op een gegeven moment. Dat is toch veel? Dat is heel veel. En als je bedenkt dat in Nederland je meestal tussen 4 muren zit en je dan niet even kan uitlaten en het is niet altijd mooi weer dat je ook buiten kan spelen, ja, dan is dat geen goede zaak. Maar daar heb je toch subsidies voor, of niet? Dat je dan voor minder geld dat kan doen, maar er zijn 300.000 kinderen die dat niet kunnen doen. Oh, dat is... En dat zijn veel in de bijstanden. Nou, dat verklaart wel de hangjongeren. Ja. Dat je komt in een vicieuze cirkel, hè, zo. Ja. Niemand vindt leuk om zijn of haar hand op te houden van geld. Als je dan zo'n profiel maakt van de cliënt. En daarom, dat was mijn opmerking ook. Als je als medewerker zo'n cliënt helpt,
dan moet je niet bij voorbaat een vooroordeel hebben. Niemand wil haar of zijn hand. Je wil een veiligheid. Toch? Als je geld hebt, voel je je veilig. Dus ik heb zoiets van, zet een ander bril op. En sowieso krijgen medewerkers, hoop ik, feedback. Maar mijn ervaring is met sociale dienst niet goed. Ik heb een jaar uitkering gehad en toen dacht ik, jullie denken moet gaan veranderen. Het moment dat ik kritiek uitte, is mij gevraagd, wil jij voor ons komen werken? Toen heb ik dankjewel gezegd, nee. Okay. Dan word ik één van jullie en ik sta aan de andere kant. Als je zo wilt vragen, moet je maar naar je Holland. En in Holland ga je rechten van de vrouw halen. Geen met die aan. Ik ben universitair afgestudeerd. Oh, geweldig van jou. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Ik ben Armand Brinkman. En ik werk bij de sociale dienst en dat is ook de reden dat ik hier vanavond bij was. Oké, en wat vond je van de voorstelling en het initiatief, zeg maar? Nee, ik vond het heel leuk. Er zaten een heleboel dingen in die heel herkenbaar waren. Maar dan helemaal uitvergroot. Het was amusant om dat te zien en ook leerzaam. Ja, dus zijn er echt dingen die je nog kan leren dan hier? Nou, het is altijd goed om te kijken van hoe je ook als sociale dienst werkt in de stad. En wat mensen daarvan vinden, wat voor beelden ze daarbij hebben. En dat hebben we vanavond weer gezien. We hebben een ontzettend leuke avond gehad hier in het Laaktheater. En niet alleen leuk, maar ook leerzaam met sociale dienst en hoe dat gaat in Nederland. En moeten we daar heel erg blij mee zijn, hè, met een uitkering? Of is dat juist te laag of te hoog? He, moeten mensen meer aan het werk of is er geen werk? Op een speelse manier gewoon hele serieuze onderwerpen te sprake brengen. Dat is gelukt. Wij hebben genoten. Wij hopen dat u er ook van genoten hebt. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.